Ik ben Michel van Tarpenvis in Curaçao en ik ga jullie een verhaaltje vertellen van Krippel Silver. Het is een tarpel zonder staart en die vangen we al 9 jaar lang. Door de jaren heen heb ik menige tarpons gevangen voor de kust van Curaçao, waarvan sommige wel 8 feet lang. Maar vandaag vertel ik jullie graag het verhaal van een hele bijzondere beroemde tarpon hier in Curaçao. Zijn naam is Krippel Silver. Hij heeft enkele opvallende uiterlijke kenmerken, waardoor hij zeer beroemd is geworden hier bij de lokale vissers. Hij ontbreekt namelijk zijn staart en is blind aan één oog, waardoor het zijn naam Krippel Silver. 11 jaar geleden was hij 88 centimeter lang, maar heeft inmiddels een lengtebereik van 98 centimeter. Krippel Silver zwemt al minstens 11 jaar rond aan de kust van Curaçao. Zelf heb ik Krippel Silver reeds 9 keer mogen vangen. Krippel Silver is dan ook een echte beroemdheid geworden hier bij lokale vissers. De lokale vissers van Curaçao zijn hem als een vriend gaan beschouwen. Wanneer gevangen wordt, hij altijd met liefde en respect teruggezet. Veel mensen kunnen nog hier leren van onze geliefde Krippel Silver, want hij is een echte overlever. Desondanks zijn gebrek zwemt hij al jaren rond in de wateren van Curaçao. We kunnen nog veel leren van Krippel Silver. Dat is de tarpon die al jaren rond zwemt hier in de inshore water van Curaçao. Krippel Silver heeft power, heeft kracht. Zelfs met zijn gebreken, dat hij helemaal geen staart heeft, overleeft hij en blijft hij gewoon doorgaan. Krippel Silver. Vergeet niet jullie te abonneren en te delen. Scooterfishing.